plan voor de reconstructie van de Henriette Roland Roslaan werd vorig jaar door wethouder Arjan Maathuis aangekondigd. Dit was noodzakelijk omdat het verkeer richting Almelo vastliep. De manier waarop de Henriette Roland Roslaan vanaf hier, vanaf de Schoolstraat, tot en met de Nijrees Singel op dit moment is ingericht, dat gaat veranderen. De kruispunten worden aangepakt die erin zitten met de Rembrandtlaan, maar ook met de Frederik van Edenstraat. Dat worden twee ovale rotondes. En we gaan de weg zo inrichten dat de doorstroming van het verkeer een stuk soepeler gaat en men niet elke keer voor de stoplichten hoeft te wachten. En zo is het nu. De verkeerslichten zijn verdwenen, inhaal is niet meer mogelijk en het dwarsprofiel heeft gescheiden rijbanen gekregen met een brede ecologische middenberm. Het niet meer kunnen inhalen betekent een verbetering van de luchtkwaliteit en reduceert de geluidsoverlast. Dit is grote winst voor de omwonenden en aangrenzende bedrijven. Onderdeel van het plan is de invulling van de kans Almeloze Delta. Dit is een innovatief systeem waarbij de wadi's via een ondergrondse verbindingsbuis zijn gekoppeld aan kleine watervallen. Hiermee stroomt het overtollige water vertraagd af naar de Weesbeek. Op deze manier wordt het nieuwe hemelwaterriool volledig ontlast. Door klimaatadaptieve maatregelen met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimte kreeg dit wegvak na oplevering een volledig ander aanzien. Dit is gerealiseerd door meer biodiversiteit in het groen, het plaatsen van LED-verlichting en het gebruik van duurzame verhardingsproducten. Op deze manier is dit wegvak op een zo duurzame manier toekomst- en klimaatbestendig gemaakt.